Welkom bij deze livestream van Automotive. Zoals u van ons gewend bent, donderdagmiddag, meestal om 4 uur. Nu om 2:30. En dat is niet voor niets, want Onno Bierhoff, directeur van Arval Nederland, heeft even een gaatje in zijn agenda vrijgemaakt om ons door de strategie te loodsen die Arval eerder deze week presenteerde, met de welluidende naam Arval Beyond. Deze strategie is geënt op 3 pijlers, connectivity, mobiliteit en duurzaam ondernemen. Dat zijn daarbij de sleutelwoorden. Maar degene die ons daar veel meer over kan vertellen is dus Onno Bierhoff. Onno, welkom. Dankjewel. Goedemiddag, Liberto. Ja, leuk dat je toch even een gaatje kon vinden, want je moest er volgens mij wat dingen voor opschuiven. Nou, dat doen we graag. Maar het was inderdaad heel eventjes hectisch om het erin te passen. Ja, nou ja, goed, zo hoort het ook een beetje bij zo'n uitzending, toch? Jawel, jawel. Voordat wij de strategie van jullie gaan bespreken en ook hoe jij aankijkt tegen de ontwikkeling op het gebied van mobiliteit en de rol van auto's daarin, wil ik inderdaad, u ziet het hier al in beeld, natuurlijk aan iedereen die kijkt vragen om ook de vragen te stellen of misschien je eigen visie te delen. Dan kunnen we daarop inhaken en dat kan allemaal via de chatfunctie. Dus schroom niet om gewoon lekker actief mee te doen. Onno, laten we even beginnen bij wat jullie hebben gepresenteerd afgelopen dinsdag. Kun je even kort schetsen wat de route is die Arval de komende 5 jaar gaat bewandelen? Ja, dankjewel. Ik kan dat in heel kort, superkort of wat minder kort. Ik zal het in 3 gradaties doen. Laat ik beginnen met vooropstellen dat deze strategie een evolutie is van de huidige strategie. En dat het eigenlijk prima met Arval gaat. Hè? Dus het is niet uit noodzaak geboren. Het gaat goed. Maar nu we gezond zijn eigenlijk goede resultaten halen, is het denk ik belangrijk om vooruit te kijken naar de komende 5 jaar. Nou, even superkort. Het gaat eigenlijk over vergroening en mobiliteit. Dat zijn eigenlijk de 2 belangrijkste kernbegrippen. Als ik dat iets breder mag uitleggen, hebben wij eigenlijk gezegd met elkaar dat wij, we leven met elkaar op 1 planeet. En het besef is eigenlijk steeds verder aan doordringen dat we daar zuinig op moeten zijn. En wij bij Arval hebben de mogelijkheid om daar invloed op te hebben. We hebben zelf iets meer dan 50.000 auto's in Nederland, 1,3 miljoen auto's wereldwijd. Op het moment dat we die kunnen vergroenen, maken we nadrukkelijk een verschil qua CO2-uitstoot. Dus dat is de eerste component. Het tweede component is feitelijk dat op het moment dat je alleen naar de auto kijkt, dat je een groot stuk van die vergroening mist. Want een elektrische auto is aanzienlijk schoner dan een auto met een benzinemotor of dieselmotor. Maar het is nog veel schoner om bijvoorbeeld op de fiets te gaan of gebruik te maken van de trein. En dat is eigenlijk het tweede component. Dus we combineren het gebruik van vergroening, auto's en alles wat daaromheen hangt met het gebruik van ons eigen mobiliteitsplatform en eigenlijk alle componenten die daar verder aan hangen. Ja, duidelijk. Nou, om even een aantal dingen verder uit te lichten. Je zei al, jullie willen de vloot vergroenen. Jullie CEO van Arval International, de groep, die zei van 1/4 van onze vloot moet in 2025 elektrisch aangedreven zijn. Hè? PHEV, dus plug-in of volledig en dan waarschijnlijk batterij elektrisch. Ja, dat is internationaal natuurlijk best een aardige ambitie, hè, want er wordt nog behoorlijk wat diesel gereden. Maar voor Nederland, Onno, laten we eerlijk zijn, daar kan je achterover leunen bijna. Of zie ik dat verkeerd? Ja, nou, laten we vooropstellen dat we dat niet voornemens zijn. Maar ja, je hebt wel gelijk. Wat je ziet is dat Nederland samen met bijvoorbeeld Noorwegen flink voorop loopt in de elektrificatie. Wij zitten nu, om je bijvoorbeeld een beeld te geven, zitten nu al, als je alleen naar de BEV's kijkt in onze eigen vloot, zitten we al op bijna 10%.
Dus daar zit al, dus daar zit al een groot verschil. Als je de PHEV's en de HEV's erbij pakt. Ik heb de cijfers niet precies, maar ben ik het met je eens, is dat weinig ambitieus. Ik denk dat we daar al aardig in de buurt zitten. Maar het is een gemiddelde. Dus wij zullen als vooroploopland andere landen moeten uitmiddelen. Hè, compenseren is misschien een goed woord. Dus ja, ik denk dat wij veel verder zullen gaan. Wat denk ik belangrijk hierbij is, hè, dat deze hele transitie die we gaan, zowel op het gebied van BEV's als in mobiliteit, dat is iets wat we samen met onze klanten willen doen. Dus onze ambitie wordt gedeeltelijk ook gevoerd door het ambitieniveau van onze klanten. Ik denk dat mijn opdracht ook van mijn collega's de komende periode is om met onze klanten die journey in te gaan. En met elkaar te gaan kijken van hoe ver kunnen we nou echt komen. Maar ik denk dat jouw constatering juist is dat een kwart voor Nederland niet extreem ambitieus is. Nou, zullen we dan even hier een wat haalbaardere doelstelling formuleren? Oh, nou wil je dat... Ja, ik snap dat je dat probeert. Maar nogmaals, ik denk dat het afhankelijk is ook van de ambitie van onze klanten. En kijk, we hebben hele goede relaties met onze klanten. We bestaan 30 jaar en we hebben klanten van het eerste uur die nog steeds met veel plezier en genoegen onze klant zijn. Onze loyaliteit is ook heel hoog. Dat is weer gevoed door onze hoge kwaliteitsstandaard. Dus ik denk dat we wel de positie hebben om met die klanten dat gesprek aan te gaan. Ik denk dat ze tussen aanhalingstekens graag samen met ons de handschoen oppakken. Maar om nou te zeggen, van, ja, gaat dat dan volledig? Dat wordt nog wel een uitdaging. Het zal ook voor sommige mensen pijn doen. Dus de directeur die altijd met veel plezier in zijn zescilinder benzine heeft gereden, ja, die zal dan nu ook daar concessies in moeten doen bijvoorbeeld. En een ander punt is de grijs kentekenmarkt, waar de elektrificatie eigenlijk nu pas op gang begint te komen. Ja, dat is toch nog een onontgonnen gebied en dat bepaalt natuurlijk ook een deel van de vloot. Maar ja. Als je mij vraagt en mijn droom, en dan misschien niet 5 jaar vooruit, maar laten we zeggen 15 of 20 jaar vooruit, denk ik dat wij volledig geëlektrificeerd kunnen zijn. Ja. Voordat we verder gaan naar de andere pijlers van deze strategie. Die ambitie, hè, wat je zei, nou, bij jullie ligt dat die lat wat, willen jullie wat hoger leggen. Ja, hoe kijk je aan tegen het afbouwen van het bijtellingvoordeel voor zakelijk rijders? Gooit dat ergens nog roet in het eten? Of het feit dat hij alleen is gericht op batterij-elektrische voertuigen? Ja, het verleden wijst natuurlijk uit dat het sterk fiscaal gestuurd is. Hè? Dus de plug-ins zag je dat natuurlijk heel duidelijk. Hè? Toen het fiscale voordeel verdween, verdween ook de populariteit van die auto. Wat je nu ziet is eigenlijk, je ziet soort twee dingen wel in balans komen. Aan de ene kant zie je dat steeds meer elektrische modellen die aantrekkelijker geprijsd zijn, in de plaats komen. Maar je ziet ook dat het fiscale voordeel aan het afnemen is. Ja, dus die twee komen bij elkaar, die balanceren. Vaak zie je aan het eind van het jaar nog die sweep, hè, van order intake van de lage bijtelling auto's. De vraag is of dat dit jaar ook weer gaat gebeuren. Omdat we volgend jaar natuurlijk naar 12% gaan en de bijtellingsbedrag, hè, dus het bedrag wat verlaagd van de 12%. Maar je ziet dat het stabiliseert. Maar het is absoluut een component die dat aandrijft. Hè? Je ziet daar de beweging. Ook in de particuliere markt overigens. Dat was natuurlijk hoop om te doen deze week. Ja, daar zie je echt het effect van dat soort regelingen. Ja. Dan even naar mobiliteit. Hè? Jullie CEO zei ook, wij willen eigenlijk van leasemaatschappij transformeren naar mobiliteitsprovider. Dus meerdere diensten aanbieden. Wat voor mobiliteitsdiensten en middelen willen jullie gaan toevoegen? Of zijn misschien zelfs al toegevoegd? Ja, dus eigenlijk in de breedte. Hè? Dus als je kan het eigenlijk van twee kanten bekijken. Je kan het bekijken van onze cliëntkant, dus de zakelijke kant en de gebruikerkant.
En dat moet bij elkaar komen. Dus wij hebben een eigen platform. We hebben gekozen om een eigen platform in de markt te zetten. En ja, daar komen eigenlijk een paar dingen bij elkaar. Dus wat is er belangrijk voor de werkgeverskant? Is feitelijk dat het zijn beleid uitdraagt. Hè, van wie mag wat gebruiken. En dat het geïntegreerd kan worden met zijn administratieve processen. Dus dat feitelijk... als ik tegen jou zeg, Luberto, jij mag een taxi gebruiken in die waaier van dingen, dat in jouw app ook een taxi beschikbaar is, terwijl ik dat niet mag, dat dat erin zit en dat die kosten van die taxi perfect in jouw mobiliteitsbudget komen. Dus dat is de werkgeverskant. Aan de andere kant, op het moment dat wij mensen, de gebruikers, willen gaan overhalen om niet alleen de auto te gaan gebruiken, zijn ze daar zeker toe bereid op een paar voorwaarden. En één daarvan is dat het seamless is, dat het super gebruiksvriendelijk is. Dus de app die we voor gebruikers hebben, ja, die moet van het kwaliteitsniveau zijn als een Spotify of een Uber of een Airbnb. Hè. Dat is uiteindelijk waar we naar kijken. Het moet net zo gemakkelijk en gebruiksvriendelijk zijn. En in die mogelijk, dat is het ene. En het tweede is dat je dus dan ook een combinatie of een set van vervoersmiddelen kan kiezen die past bij jouw situatie. Even een voorbeeld, als je alleen kan kiezen uit de trein, ik noem maar wat, ja, dan wordt het zeer beperkt. Maar op het moment dat je kan kiezen uit parkeren, de trein en eventueel een fiets, een OV-fiets, maar ook een deelfiets of een carsharing. En op het moment dat je dan, terwijl je op kantoor bent, 's middags nog naar een klant moet, een auto kan nemen. En dat werkt allemaal met die app perfect bruikbaar en perfect administreerbaar. Ja, dan werkt het heel goed. Terugkomt op jouw vraag, dat betekent dus dat je aan de voorkant, aan die gebruikerskant, een goede waaier van diensten moet hebben. Hè? Dus, en welke zitten daar dan in? Ja, dus onze eigen producten als een auto, maar bijvoorbeeld ook een mobiliteitsbudget in combinatie van een private lease auto. Maar ook bijvoorbeeld een fiets of een combinatie auto e-bike van jezelf. Share producten als de car sharing, dus een auto die je deelt, hè, de poolauto die je digitaal kan openen. Maar ook een variant erop, de fiets of de scooter. Maar ook externe diensten. Denk bijvoorbeeld aan een Uber of een taxi app. Of denk bijvoorbeeld aan parkeren. Of denk aan het gebruik van free floating car oplossingen, et cetera. En die zijn dus niet per se van ons. Hè? En dat is denk ik heel belangrijk. Het is ons eigen platform waarbij we heel goed het beleid en de administratie voor de werkgever borgen. Maar aan de voorkant zit eigenlijk een waaier van diensten, van zowel van onszelf als van partners. En die kan wisselen op stadsniveau. Dus het is niet eens landniveau, het is op stadsniveau. Ja, is het ook de bedoeling, hè? Want jij zegt ook dat dat valt of staat bij een goede app, à la Netflix, Spotify, noem ze maar op. Mm-hmm. Zijn jullie daar al? Is die app al zover? Ik denk dat je er nooit bent. Hè? Dat zie je ook bij Spotify en Netflix. Altijd, iedere dag beter. Ik denk dat we wel nu zover zijn dat we een app hebben die goed bruikbaar is, die gebruiksvriendelijk is. En waar langzaam zeker steeds meer diensten opkomen die seamless, hè, om een goed Engels woord te gebruiken, met de app integreren. Nou, toch zie je ook een soort... Sorry, ja? Nee, maak je zin af? Ik maak mijn zin af. Is hij af? Hij is nooit af. Nee. Ja, precies. Nou ja, kijk, wat je natuurlijk wel ziet, en dat lijkt mij ook als leasemaatschappij een risico, eerlijk gezegd. Dat is... je ziet steeds meer leasemaatschappijen die eigenlijk een soort digitale mobiliteitsprovider worden. Ja, en je ziet toch elk jaar vooral met berichten naar buiten komen dat ze heel veel moeten investeren of zelfs afschrijven op IT-projecten, waarvan ook nog eens een deel of mislukt of niet tijdig van de grond komt. Ja, hoe voorkomen jullie dat als Arval? Ja, weet je... voorkomen, denk ik dat je nooit kan doen. Hè? Ook dit is een weg, ook dit is een journey waar we met elkaar op zitten. Dus wij zijn agile georganiseerd aan de IT-kant, integratie met de business. Maar ja, af en toe gaat het toch niet. Hè? En dat is denk ik ook hoe tegenwoordig naar dit soort platformen gekeken wordt. Het is trial and learn. En dat is wat wij ook doen. Dus dat impliceert ook dat je af en toe iets bouwt of iets bedenkt wat niet werkt en dat je toch terug moet.
Wat je denk ik, wat denk ik wel belangrijk is, is ja, we hebben een heel stabiel platform, we hebben goede partners die ons daarbij helpen, is dat je in kleine stappen gaat en evolueert in plaats van enorme grote projecten optuigt. En daar zijn wij nu ook, hè, de basis van het platform staat. En we zijn nu eigenlijk steeds meer connecties aan het maken, betere connecties, betere rapportages, betere customer experience in kleine stappen. En ja, dan moet je af en toe ook zeggen van dit werkt niet, het moet anders of het moet opnieuw. Ja, en nou zie je eigenlijk ook een soort, ja, ik noem maar even een tweedeling, of dat zo hard kan worden gesteld, dat weet ik niet. Maar tussen leasemaatschappijen die zeggen, oké, wij moeten ook vernieuwen, maar dan wel met de auto als basis. Jullie zeggen heel duidelijk, de auto wordt een onderdeel van een compleet mobiliteitspakket. Waarom kiezen jullie voor die route? Ja, uiteindelijk omdat de markt dat van ons vraagt. Dus je ziet gewoon dat er zoveel factoren nu in de markt spelen die wijzen op veranderingen. Dat heeft te maken met dus dat grotere bewustzijn van je CO2-footprint, maar ook veranderingen in behoeften van jonge mensen. Dus grote consultants of accountants bureaus, die hebben jonge mensen in dienst. Ja, die wonen in het hartje van de stad. Die zeggen, ja, fijn dat ik een leaseauto krijg, maar waar moet ik dat ding dan parkeren? Ik wil hem eigenlijk helemaal niet. Je ziet dat steden andere regelgeving heeft. Dus ja, die veranderingen die zijn zo sterk dat wij vinden dat je moet zeggen, oké, daar moeten we op inspelen en we maken dat het hart van onze strategie. Let wel, de auto en de leaseauto en ook de leasefiets zijn absoluut onderdeel van deze strategie en een heel belangrijk onderdeel. Ja, daarover gesproken, het zijn verschillende vervoermiddelen uiteraard die je kan inzetten. Je kunt ook kiezen voor een mobiliteitsbudget, maar goed, de leaseauto heeft zich ook nu weer in zo'n crisistijd toch wel bewezen als een bijzonder steady product, waar volgens mij ook meer marge op zit aan verschillende kanten dan aan een leasefiets. Dus hoe zorg je er dan voor als je ziet dat er een verschuiving is van de auto naar ook andere mobiliteitsdiensten, dat je als leasemaatschappij je winstgevendheid op peil houdt? Ja, kijk, het is ontegenzeggelijk een feit dat je op een e-bike minder marge maakt dan een auto. Maar ik denk dat je er breder naar moet kijken. Je moet er holistisch naar kijken. Waarbij je eigenlijk moet constateren dat je een ander businessmodel omarmt. Dus het is een ander businessmodel waarbij je veel meer gebruikers hebt. Dus waarbij de leaseauto alleen voor de leasegerechtigde is. Is dit eigenlijk voor iedereen die voor zijn werk reist. Hè? Of dat nou gewoon werkverkeer is of eens af en toe naar een afspraak. Dus die populatie is veel groter. En ja, wat ik zeg, het is een ander verdienmodel. Het is een ander businessmodel. Het is een platform waarbij je met andere structuren rekent. Dus als je echt SEC de auto met de fiets vergelijkt, heb je gelijk. Maar dit platform is on top of met de auto. Je ziet de wijziging. Ja, je ziet gewoon een ander verdienmodel naast de auto ontstaan. Met andere parameters om te rekenen. En die parameters de parameters aan het eind geven nog steeds goede winstgevendheid. Maar het is een andere rekensom. Daar ben ik met je eens. Ja. Want in ieder geval voor de komende 5 jaar, begreep ik, wordt er internationaal ook nog een groei van de vloot verwacht. Hè, naar volgens mij van 1,3 naar ongeveer 2 miljoen voertuigen, als ik het wel heb. Dus die groei is ook in aantal auto's nog wel te zien. Dan even naar iets anders. Dat vond ik ook wel aardig. Wat jullie CEO vertelde bij de internationale presentatie was, welke mogelijkheden jullie zien met de connectiviteit van die auto's. Kun je daar ook iets over vertellen? Welke mogelijkheden jullie zien? Ja, de connectiviteit van de auto's, dat is feitelijk aan de ene kant is dat een basisvoorwaarde. Hè? Dus als je die auto's op dat platform wil laten werken, moet je ze dus connecteren. Dus we hebben inderdaad boxen in de auto die zorgen dat je met je app de auto kan openmaken, die
bijvoorbeeld een kilometerregistratie kan voorzien. Dus dat is één kant van het verhaal. Hè. Dat heb je eigenlijk nodig als voorwaarde om succesvol te zijn op een mobiliteitsplatform. Maar het gaat nog veel verder. Je kan de auto kan je eigenlijk allerlei handelingen laten verrichten. Hè. Heel simpel is bijvoorbeeld het parkeren. Die auto, als hij connected is, weet hij waar je bent. Hij ziet dat je stilstaat. Je kan een parkeertransactie starten. Kan je dus weer in je budget, kan je weer mee administreren. En op het moment dat hij weer gaat rijden, kan hij dat ook. Hè. Die sensoren, die merken dat. En die kunnen die parkeertransactie weer afsluiten. Dus dat is een simpel voorbeeld. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de delivery van het afleveren van je pakketje in de kofferbak. Dat is ook technisch steeds makkelijker mogelijk. Hè. Je kan, als je je auto digitaal kan openen en dicht, kan je iemand de tijdelijke sleutel geven om alleen de kofferbak open te maken. En dat mes snijdt eigenlijk ook weer aan allerlei kanten, want het is gemak voor de gebruiker, maar het is ook weer goed voor de reductie van de CO2-footprint, want al die bestelauto's, ja, die hoeven minder te rijden en kunnen beter plannen. Hè, die kunnen misschien in een parkeergarage één voor één die pakketjes in de kofferbak doen. En ja, als die auto er staat, hoeft ook niemand thuis te zijn. Dus je ziet er eigenlijk allerlei aspecten die je daar aan kan koppelen aan die connected auto. Daar zijn we druk mee aan het onderzoeken en experimenteren om te kijken van wat werkt en wat de markt prettig vindt. Ja. Als we nou even een stap vooruit zetten, hè, en het is al 2025, ja, hoe zie jij dan die mobiliteitswereld en behoeften voor je bij consumenten? Hoe wordt die dan ingevuld? Ja, dit is een beetje glazen bollenwerk, hè, natuurlijk, vijf jaar vooruit. Maar ik zal hem eens even een beetje opschuinen en kijken wat we zien. Maar het is een leuke vraag, Luberto. Kijk, wat je ziet is, je ziet een aantal verandercomponenten. Hè, dus bijvoorbeeld de vergroening. Ja, die zie je, daar zie je dat daar een... Dat belangrijk is en belangrijker wordt. Hè? Dat je eigenlijk je ziet dat die doorzet. Dat gaat absoluut doorzetten. Je ziet de regelgeving in steden, zie je absoluut doorzetten. Maar ook bijvoorbeeld het teruggeven, hè, tussen aanhalingstekens, van parkeerplaatsen aan de straat. Maak er een tuintje van of een parkeerplek. Dus dat zie je doorgeven. Nou, je ziet zaken als zelfrijdende auto's, hè, zie je. Wat steeds verder loopt, hoe dat in 2025 is. Dat is een beetje moeilijker in te schatten. Maar dat is een belangrijk component. En je ziet dat het gemak om met een app eigenlijk te reizen, dat ook steeds verder doorzet. Dus ja, die componenten die komen heel mooi bij elkaar. En ik denk dat waar we nu feitelijk op de rand staan van experimentele fase naar werkelijk een agendapunt. Hè, dat zeggen onze klanten ook. Het staat nu op de agenda. Over vijf jaar denk ik dat het absoluut een gegeven is in onze manier van reizen. En dat iedereen daar zeer regelmatig gebruik van maakt. Ja. En de app die Arval gebruikt op dat platform, wordt die dan ook rechtstreeks aangeboden aan consumenten? Over een jaar of vijf? Ja, wellicht wel. Hè? Dus als je echt kijkt en je begint vanuit CO2-principe na te denken, dan is het toch ook die carsharing auto die de klant heeft, hè, die zakelijke carsharing auto. In het weekend wordt die heel weinig gebruikt. Op het moment dat je die zou kunnen gaan inzetten, bijvoorbeeld voor werknemers in het weekend, waarbij je met de app dus gaat op een andere manier gaat afrekenen. Hij is nu voor privé. Dus ik spreek je privé-creditcard aan voor de kilometers die je maakt. Ja, dan zie je dus eigenlijk dat het verweven wordt. En hoe mooi zou het zijn, Luberto, op het moment dat we over vijf jaar kunnen constateren dat we zo'n goede app gebouwd hebben, zo'n goed platform, dat als jij met je gezin op een weekendtripje gaat, dat je zegt, ja, ik wil de Arval Mobility Link app gebruiken, want dat is de fijnste manier voor reizen, ook als ik met mijn gezin op pad ben. Nou, wie weet. Oh nou, wie weet. Ik hou het in de gaten in ieder geval. Heel goed. En ik wil je voor nu bedanken dat je onze gast wilde zijn in deze livestream. En dat je iets hebt willen vertellen over de strategie van Arval voor de komende vijf jaar. Dankjewel voor de gelegenheid om mijn verhaal te mogen vertellen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer.
Ja, en u natuurlijk bedankt voor het kijken naar deze livestream met Onno Bierhoff, die ons vertelde hoe Arval de weg naar 2025 uitstippelt. Volgende week hebben wij weer een livestream. Dan is onze gast Frank Bolzenbroek. Hij is taxateur en weet alles van de auto-import en de occasionhandel. Die livestream is uiteraard ook weer te volgen op automotive-online.nl. Daar kunt u natuurlijk ook het allerlaatste nieuws uit de autobranche zien. Dan heb ik nog, en daarvoor moet ik even spieken, een aantal belangrijke agenda-items, althans wat mij betreft. Namelijk een tweetal Automotive Online events. 5 november is dat het Automotive Online Marketing Event. En op 12 november het Automotive Online Leasing Event. En daar spreken wij onder andere iemand die uitgaat van Cars as a Service, namelijk Tex Gunning, de CEO van Leaseplan. Dus die is de gast op 12 november bij het Automotive Online Leasing Event. Voor het complete overzicht nogmaals, check automotive-online.nl. Graag tot volgende week en bedankt nogmaals voor het kijken.